Tijdens dit filmpje gaan we even kort de werkruimte bespreken. Want het is belangrijk als je schildert dat je optimaal van het licht kan profiteren. Heel belangrijk is de houding van het licht. Als je hier ziet, hier heb ik een LED-verlichting geplaatst. Deze LED-verlichting is koud licht. Koud licht, half koud licht, 4000 Kelvin. Met als voordeel, als je het licht aandoet, moet je zien dat je ten opzichte van de werkplaats, waar je ziet je tafel, kijk, het licht valt zo ongeveer van voor op de tafel. Als je dan je schildersezel plaatst, is het belangrijk dat het licht tussen jou, waar je eyebrush zal zijn, en het oppervlak waarop je schildert. Stel bijvoorbeeld hier in deze positie, zal ik geen schaduw genereren van mijn hand op het werkstuk. Dus dat is zeer belangrijk om erin te letten. Hoe hoog moet je je licht hangen? Dat is voor ieder zijn gading een klein beetje. Als je graag rechtstaand schildert, dan moet je je licht een beetje hoger hangen. Want dan zal je tekening ook hoger zijn, maar dan moet je meer naar boven. Dus telkens goed kijken de positie waar dat je gaat tekenen of hoe dat je je schildersezel gaat plaatsen, zal ervoor zorgen of je schaduw gaat hebben, ja dan nee. Even samengevat, de keuze van het licht en de plaatsing. Belangrijk is dat het licht je werkruimte schaduwvrij maakt. Hang het licht dus boven u en tussen jezelf en het werkstuk. Koud licht is minder vermoeiend en geeft een werkkleur weer van wat je aan het schilderen bent. Ik geef de voorkeur aan een LED-verlichting. Die is elektriciteitsvriendelijk, maar zie dat je een koud licht hebt van minimum 4000 Kelvin. Een stoel waar dat je vrij in kan bewegen. Ja? Als je vaste poten neemt, dus een vaste stoel, wordt het moeilijker om met je bekken om een positie te gaan kiezen of om wat iets te nemen. Het is eigenlijk zoek u iets, een draaiende bureaustoel om rustig van houding te kunnen wisselen. Wat is de beste houding? Is dat stilstaand, al is het zittend of is het rechtstaan? Dat is voor iedereen zijn eigen smaak. De ene zit graag, de ander staat recht. Het is afhankelijk hoe dat het de positie zich gewend voor je rug. Een tekentafel heeft als voordeel dat je en een zittende positie kan nemen, omdat je deze kan in hoogte verstellen. Dus ik kan net hetzelfde doen als ik dat juist aan de tafel deed. Maar als ik moe ben of ik wil eens een keer recht staan, dan gaat dat ook gewoon. Ik kan mijn werkstuk laten hangen en ik kan de tafel omhoog brengen. En ik kan verder werken. Enige nadeel, neemt een grote ruimte in, zo'n tekentafel. En je moet eigenlijk deze kunnen permanent ergens kunnen stallen. Laten we even kort samenvatten. Om onze werkruimte in te richten is het belangrijk om te investeren in het correcte licht. Een koud licht, bij voorkeur, voor de budgetvriendelijkheid, een LED-verlichting. Neem een draaiende stoel die ergonomisch is, die je kan verstellen voor je eigen lichaamshouding. Recht staan kan natuurlijk ook. Voorzie je werkplek indien mogelijk om en zittend en rechtstaand te kunnen werken. Zo kan je afwisselen en ontzie je je rug. Zo, met deze informatie kan je je werkplek volledig inrichten, zodanig dat je optimaal kan genieten van je nieuwe hobby. Tot binnenkort in een nieuw filmpje.